Hallo lieve mensen, welkom bij deze energie-update van 8 tot en met 14 april. Nu zijn jullie van mij gewend dat deze video normaal op vrijdag online komt, maar ik vond het belangrijker dat ook de energiestroom van de nieuwe maan eerder online zou komen. Dus vandaar dat ik het even om heb gewisseld, omdat de nieuwe maan natuurlijk morgen al is en die energiestroom zal tijdens deze energiereading waarschijnlijk gewoon meegenomen worden. Maar we gaan ook nog kijken wat de rest van de week ons gaat brengen. Ik heb onder andere toch maankaarten klaargelegd. Maar ook de Energy Oracle. Dus we gaan gewoon kijken wat er nog aan toegevoegd mag worden. Buiten de boodschap wat vrijdag natuurlijk al online is gekomen. Hij zit een beetje klem. See the bigger picture. Dus zie het grotere geheel. Nu is er natuurlijk, waar ik eerder al over sprak, veel aan de hand. Ook met de video van de 4-4 Engelenpoort. Maar het kan ook als groot voordeel gaan werken met de energiestroom wat er gaande is. De energie zorgt er eigenlijk voor dat iets losgetrild wordt in jouw energetisch veld, wat jou blokkeert of in ieder geval wat eventueel als stagnatie kan zijn in jouw leven, om jouw hogere doel te kunnen gaan behalen. En dat hogere doel zal voor iedereen anders zijn. Voor de ene is het je zielsmissie gaan ontdekken, de andere is het een bepaald patroon van werkgerelateerde aspecten. Maar alles wat in jouw bereik ligt vanuit jouw intuïtie. Onbewust hebben we best veel dingen vastzitten vaak. En dit wordt nu in het bewustzijn gebracht. En daardoor zul jij een nieuw beeld gaan creëren. Een beeld wat belangrijk is om nieuwe stappen te kunnen zetten. Nieuwe richting in te kunnen slaan. We zien het, ja, eigenlijk die pijl ook naar boven wijzen. Hè? Dus het is wel die steenbok-energie. Geeft eigenlijk wel weer van oké, met die kracht vooruit. We gaan ook echt richting die shift, richting die vernieuwing. En voor iedereen zal die vernieuwing anders zijn. En neem dan ook gewoon het stukje wat voor jou passend is. Ga iets niet invullen of wat dan ook. Want dan zul je merken dat het er niet altijd in de juiste vorm neergezet gaat worden. Dan kun je ook op een dwaalspoor komen. En waardoor je dus eventueel dus een omweg dient te maken. Voordat jij dus op het pad kunt komen wat voor jou bestemd is. We hebben de kaart 4-4. Nu hebben we dus vorige week de 4-4 poort gehad. Voelt voor mij ook dat daar een bepaalde activatie in is gestart. Dat jij meer in jouw vrouwelijke energie ook je eigen weer open durft te stellen. Om je kwetsbaarheid ook neer te gaan zetten. Voor sommigen kan het zijn dat je de kwetsbaarheid toont dat jij nog hartzeer hebt. Voor een ander kan het zijn dat je misschien wellicht weer open wilt staan om te mogen ontvangen. En dat hoeft niet altijd op het romantische vlak te zijn, maar dat kan ook op vriendschap zijn. Dat kan ook op zakelijk vlak zijn. Dat je je eigen niet meer afgeschermd hebt van buiten. Nu hebben we natuurlijk van de week over de kluizenaarsmodus gehad. Nu voelt dit dat dit ook de komende periode weer ontkoppeld kan worden. Dat, we hebben natuurlijk die lente-equinox gehad. Ja, die is nu nog steeds actief natuurlijk. En dat zorgt er eigenlijk voor dat ook mannelijke energie weer naar buiten mag gaan treden. Maar dat dit wel in balans gaat komen met jouw vrouwelijke energie. En dat is voor iedereen best wel wat, soms wel wat zoekende. Maar van de andere kant heb ik wel het vertrouwen dat jullie dit voor elkaar gaan krijgen. Nu heb ik onder de video van de 4-4-poort heel veel mooie reacties gehad. Dat heel veel mensen ook bepaalde bevestigingen hebben gekregen en inzichten. En dat is dus ook waarom ik deze video's opneem. Zodat jullie misschien even een klein steuntje in de rug krijgen. Op het moment dat ik in die ontwikkelingsfase zat van karmische stukken doorbreken, dan wil ik nu absoluut niet zeggen dat ik geen karmisch stuk meer te doorbreken heb, maar die, echt die diepgang, hè,
toen was er nog geen YouTube waar dit op actief was. Toen was het nog allemaal onder de sluier van het is raar, het is onbekend. En nu wordt het steeds meer in het zicht ook op de socials. En dat is heel fijn voor de mensen die er nu op dit moment in zitten. Want daardoor kan ik bepaalde handreikingen geven wat jullie kan helpen ter ondersteuning wat jullie zouden kunnen voelen of ervaren. En dat dat goed is of slecht is. En er is eigenlijk geen goed of slecht, maar dat jij... Als je bijvoorbeeld in een negatieve spiraal zit. Ik heb op mijn besloten Facebookgroep vorige week ook een post gezet over negatieve krachten. Wat dit uit kan zenden naar anderen toe. En wat dat fysiek ook voor anderen kan betekenen. Maar wat je zelf eventueel ook naar een ander uit kunt stralen. En als je daar bewust van wordt, want het is een onbewust stuk, als je daar bewust van gaat worden, dan kun je dus ook merken, oké, ik kan dit veranderen. En dat stukje veranderen is dus wat de komende week nog meer aan bod gaat komen. Ik pak er nog wat tea leaves bij, als aanvulling op deze twee kaarten. Er valt er al één van de tafel af. Moment. Nou hoop ik dat ik erbij kan. Er valt van alles hier op de grond. Maar goed. Klein moment voordat ik weer helemaal op mijn plek zit. Maar ook dat kan gebeuren. Dat er onverwachte gebeurtenissen komen. Nu valt deze kaart behoorlijk ver onder de tafel. En omdat ik hier met lampenstatieven werk, is het wat lastiger erbij te komen. Dus het kan zijn dat jouw moment even in de picture komt te staan. Even in de highlight. Het gebeurt om een reden, hè, dat die kaart daarheen vliegt. Er is een onsuccesvolle uitkomst op een probleem. Gebroken brug. Ik hoop dat je hem kunt zien. Maar dit voelt voor mij eigenlijk als verlichting. Want het probleem hoeft niet meer in jouw systeem te zitten. Jij mag je ontkoppelen van dit probleem. En als jij er bewust van bent dat je bepaalde energiestromen zelf in stand houdt, dan kun je dit ontkoppelen. En dit is wat er dus nu de komende tijd gaat komen voor jou. En we hebben hier eerlijke dame. Dus een samenkomst of weet je dat je... Of een relatie met een vrouw met blonde, grijze of witte haren. Dus het hoeft niet altijd een relatie te zijn op het romantische vlak. Het kan ook gewoon een samenkomst zijn in een ontmoeting. Of in een contact in bijvoorbeeld in de supermarkt. Dat je in een gesprek raakt met iemand. Of je bent een hond uit aan het laten en iemand spreekt je in één keer aan. En dat zijn de momenten waarbij jij die eye-opener zult gaan krijgen. Waarbij jij het grotere geheel gaat zien. Waarbij jij vanuit jouw hart ook gaat voelen, oké, dit raakt mij, dit doet met mij iets. En als je je eigen dan af gaat vragen, oké, het doet mij iets, maar wat mag ik er dan mee? Dan zul je als je in een rustige stand staat en dan een stand van... Even afzakken, hè, naar je gevoel, dat je je hoofd uitschakelt, dan zul je daar puzzelstukjes op ontvangen, boodschappen op ontvangen. Want de periode die dus nu er is, zorgt er dus voor dat je ook zelfverzekerder in jouw intuïtieve boodschappen gaat staan. Dat jij daardoor meer energie kunt gaan krijgen om erop te vertrouwen dat dit jou iets doet. Dat dit jou iets brengt. Maar we gaan eens even kijken. We pakken gewoon het tarot erbij. En we gaan nog eens even verder kijken. Nou, wat obstakels zullen er komen. Want ook de kaarten shuffelen wat lastiger. Kijk, het is iets waar je doorheen mag gaan. Dan gaan we eens even kijken. Wat mag jij deze week omarmen? Wat is er belangrijk om over te brengen op mijn lieve kijkers? Nou, deze wil ook mee. Oké. Voordat jij weer liefdevol kunt ontvangen,
is het dus belangrijk om ook te leren te ontvangen. Nu zullen er heel veel mensen zijn van ja, maar ik heb geen blokkering, ik heb geen muur om me heen, ik weet hoe ik kan ontvangen. Maar is dat wel zo? Nu is het ook heel vaak als je iets bijvoorbeeld aangeboden krijgt. Oh ja, dank je, maar dat is toch niet nodig? Dan geef je dus eigenlijk het in het energetisch veld weer. Het is niet nodig, want ik ben het niet waard. Ik mag het niet ontvangen. Dus je blokkeert je eigen energie in het stukje ontvangen. En dan mag je ook gewoon zeggen, oh, dank je wel. Dat is heel aardig van je. Ik ontvang dit met liefde. Of je zegt dank je wel en je zegt het zachtjes in jouw hoofd van ik ontvang het vanuit liefde. En dan zul je die blokkering kunnen doorbreken. Dan zul jij pas succesvol kunnen zijn met het probleem wat nog energetisch in jou zit. En dat hoeft niet altijd in de aardse bestaan dat je er last van hebt. Maar het kan wel zijn dat je er last van kunt gaan krijgen ook op fysiek niveau. Door middel van hoofdpijn, uitputting, verschijnselen. Misschien een warrig hoofd. Ik noem het ook wel eens een beetje zo'n wollig hoofd. Hè? Een beetje dat je het gevoel hebt dat, dat er mist in je hoofd is. Terwijl dit eigenlijk de tussenfactor is om wel naar die wensvervulling te gaan. Om wel vanuit overgave te kunnen gaan voelen. Om echt vanuit je geloof, het vertrouwen. Nou, nu heeft iedereen natuurlijk een ander inzicht. Geloof kan zijn echt op het stukje kerk of boeddhisme of wat dan ook. Maar het kan ook zijn het vertrouwen hebben in jouzelf. Het vertrouwen hebben in het grote geheel. Dat je je eigen eraan over durft te geven. Maar innerlijk zul je dit pas kunnen gaan ervaren als je even in die bubbel gaat. Dus wat ik net al zei, hè, even uit je hoofd afzakken naar je gevoel. Dan zullen de puzzelstukjes naar je toe gaan komen. Dan zul je merken van oké, ik zit in een bepaalde staat van zijn. En dit is een keuze waar ik graag wilde zitten. Maar ik wil graag naar die 10 van bekers. Daarvoor is een nieuwe beker nodig, maar daar hangt ook een levensles aan vast. En die levensles zal ervoor zorgen dat die compleetheid hier samen kan komen met die extra beker. De stappen die jij dus nu gaat zetten de komende tijd, vooral gestart dus met dat eclipseizoen, zal ervoor zorgen dat jij een nieuwe jij gaat ontdekken. En voor jou is het een nieuwe jij, maar het is eigenlijk een jij die al jaren en levend in jou verscholen zit. Alleen door bepaalde conditioneringen of patronen was jij daar nog niet aan bij uitgekomen. Dit komt door hoe gevoeliger jij wordt, hoe meer jij dit gaat omarmen. Het is dus een bepaalde doorbraak die jij dient te creëren. Een keuzemoment waarbij balans belangrijk is. Waarbij ook succes dan gegarandeerd zou kunnen zijn. Maar eerst is het van belang, dus eerst door dat leermoment heen te gaan. Het kan een innerlijk conflict zijn, het kan een bepaalde gevoel zijn van ik moet presteren. Nou, het woordje moeten wil je eigenlijk niet in je energetisch veld neerzetten, want dan voelt het als een bepaalde lading. Je kunt het beter anders gaan verwoorden. Je kunt beter zeggen, ik heb de kwaliteiten om het hoogst haalbare te creëren. Ik heb de kwaliteiten om deze les eruit te halen. En als je het anders gaat verwoorden, zul je ook merken dat de energiestroom anders gaat zijn. En dat jouw hooggevoeligheid of intuïtiviteit grote sprongen gaat maken. Sprongen waarbij jij nieuwe passie-energie gaat ervaren. Waarbij nieuwe mogelijkheden kunnen gaan ontstaan. En die mogelijkheden zitten aangekoppeld aan het stukje inspiratie wat het leven met zich meebrengt. Het stukje inspiratie in de diepgang wat jij mag ervaren in dit leven. Het stukje passie weer terugkrijgen. Nu hebben heel veel mensen die dit kanaal volgen een dubbele functie hier op aarde. En dat is mede de functie van het stukje jouw eigen licht ook naar de buitenwereld gaan stralen. Het stukje lichtwerk daarin meegenomen. Maar ook daarin is het stukje voor jezelf zorgen een belangrijk aspect. Om jezelf in, eigenlijk op nummer 1 te zetten.
En iedereen zegt, ja, maar mijn kinderen staan op nummer 1 of die staat op nummer 1. Eigenlijk hoor jij op nummer 1 te staan. Want als jij niet goed voor jezelf zorgt, kun jij niet het geven aan een ander. Want het begint bij jou. Als jouw energiestroom goed is, zend je deze energiestroom uit naar een ander. En dan zul je anderen makkelijker kunnen ondersteunen en helpen of opvoeden, net als bij je kinderen. Als wat dan ook. Als jij een bepaalde frustratie in jouw lichaam hebt, omdat je kind niet doet wat jij graag wil, of binnen de norm van de opvoeding. Maar als jij zelf dat pijnstuk of energiestroom in jouzelf niet aanpakt, jouw kind is jouw spiegel. Of een persoon in jouw leven is jouw spiegel. Doe jij niks met dat spiegelmoment, zal er geen verandering intreden. Ga jij met je eigen stuk aan de slag, waardoor dat spiegelmoment wat je hebt ontvangen getransmuteerd kan worden naar een positief stuk, dan zul jij de gedragsverandering gaan zien bij je kind of bij je partner of bij wat dan ook. En dan zul je merken dat eigenlijk de schakelaar in jouzelf zit. Als er een probleem is die jij denkt op te gaan lossen door middel van een ander te veranderen of een ander op zijn of haar problematieken aan te spreken, dan is dit een reflectie dat het een probleem is die nog in jou schuilt. Want als jij iemand ergens op aanspreekt en het raakt jou of het doet jou iets, dan is dit nog een innerlijk stuk in jouzelf. En dat mag jij gaan ontdekken, dat jij het vlammetje kunt overbrengen op een ander. Want nu is het ook zo, want dat mensen zeggen, ja, maar wij kunnen trauma's overbrengen op onze kinderen. Dat klopt. Het enige wat jij kunt doen is, dat is al gebeurd, dat is al eigenlijk geïntegreerd in de ziel, voordat het überhaupt geboren werd. En het enige wat jij nu kunt doen, is jouw aanpak veranderen. De situatie van jouw kinderen of jouw partner zo gaan creëren in de positieve zin, dat de persoon ook de ruimte krijgt om te ontkoppelen van hun traumatische, jouw traumastukken of jouw conditioneringen. En dit zal dan op celniveau kunnen gebeuren. Dus iets wat al overgebracht is in het energetisch veld, voordat een ziel reïncarneert, kun jij niks meer aan veranderen. Dus stel dat jij patronen ziet bij jouw kinderen en je wil dit graag doorbreken, dan dien jij eerst jouw eigen patroon te doorbreken, want het is overgedragen door middel van jouw DNA en van je partner. Nu is het zo dat het kind dus van twee DNA-strengs de overdracht heeft ontvangen. Dus als jij jouw streng uitzuivert, maar jouw partner of jouw ex-partner of de vader van of de moeder van doe dit niet, dan kun jij slechts een voorbeeld zijn en dient het kind dat stuk verder uit te zuiveren. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de ouder. En dat is waar we op dit moment met grote getalen mee bezig zijn. Dat het uitzuiveren van DNA-strengs aan de gang is. En het enige wat jij als ene ouder kunt doen, als je dus niet meer in juiste overeenstemming bent met je partner of met de vader of de moeder van de kinderen, dat jij alleen het ene over kunt brengen wat jij aan positiviteit door kunt voeren. En dat is het stukje luisteren naar je kind, naar je partner of waar je dan ook deze tijdlijn mee hebt lopen. En als je daar een verandering in plaatsvindt, dan zul je merken dat er een domino effect in positieve zin, positiviteit neergezet kan worden. Dat ook de passie in jouw naaste omgeving, jouw dierbare omgeving, weer teruggevonden gaat worden. En nou is het niet zo als jij alleen, stel je bent nog samen, je hebt kinderen of wat dan ook, hè? Of je hebt een broer of een zus waarmee jij een bepaalde karmische band hebt wat uitgezuiverd dient te worden. Alles begint natuurlijk bij jouzelf, maar ben er ook van op de hoogte dat jij niet alles teweeg kunt brengen voor een ander. Een ander moet er wel aan toe zijn. Maar het begint dus nu dat jij erop gaat vertrouwen dat jij iets
neer kunt zetten, iets kunt veranderen, iets kunt manifesteren in de positieve zin. En dan zal een cyclus kunnen worden afgerond. En die cyclus heeft er vooral mee te maken met het stukje uitzuiveren van een karmisch stukje. Wat begint bij jou in jouw DNA-streng. Wat misschien geplant is door jouw ouders of jouw voorouders, waar jij dus nu een uitzuivering mee kunt doen. Heb je kinderen, dan heb je dit al overgedragen. Dus dan kun jij alleen jouw energie uitzenden in de positieve zin. En je kind gaat er dan zelf mee aan de slag. Maar door jouw stabiliteit qua energetische stroom, zal je kind daar makkelijker doorheen kunnen komen. Maar het is dus niet dat je het voor je kind kunt ontnemen, want dat zit er eenmaal al. Dus stel dat jij nog jonger bent en je wil nog kinderen. En je bent nu dat hele stuk aan het pakken. En je gaat over een tijdje ervoor openstaan om een kindje te mogen ontvangen. Want ja, het is natuurlijk ook niet voor iedereen weggelegd. Dan is het zo dat het kan zijn dat jij zover je lijn uit hebt gezuiverd. Dat je het niet meer in het DNA-streng over hebt gedragen aan je kind. Maar in een lichtere vorm of dat het weggeëbd is. Nu komt het zelden voor dat het helemaal weg is, maar dat het wel in een lichtere vorm is. Nu is het ook zo, de jongere generatie, die zijn allemaal geactiveerd met hogere DNA-strengs. Dus die zijn allemaal al veel intuïtiever, die zijn al veel verder in hun proces. Waar wij veel oudere generaties nog minder activaties hadden, dus eigenlijk meer in een slaapstand stonden. En dus meer moesten doorlopen om hetzelfde te bereiken als wat je kind moet bereiken. En ik zeg moeten, want het is een bepaalde keuze wat een kind heeft gecreëerd door middel van zijn zielscontract te tekenen. En die heeft ervoor gekozen om dit allemaal te gaan doorlopen. En het proces van een kind is vaak ook wat minder zwaar als de generatie voor ons. Want het zijn zware stukken waar wij als eigenlijk lagere trillingsenergie waar we in gestart zijn in dit leven, om doorheen te stappen. Kinderen die nu geboren worden, die zitten al in een hogere trillingsenergie en hebben daar makkelijker de stappen in te zetten. En het enige wat jij dus als ouder zou kunnen doen, als opa en oma of als oom of tante, neef, nicht, wat dan ook, is de juiste projectie te blijven doen in de positieve zin. Ik leg deze er even bij en dan pakken we even een ander deck. Het zal dus niet met iedereen resoneren, want nu zal niet iedereen zelf kinderen hebben. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat het familiair is, hè? Dat je dingen voelt of van een afstandje ziet. En daar is de projectie dan nu ook op gericht. Nou, ze vliegen eruit. Er gaan mogelijkheden komen. Inzichten waarbij jij nog niet helemaal in de totaliteit. Je ziet het nog niet. Er zijn meerdere mogelijkheden wat er nu neergezet kan worden. Maar het is wel zo dat er iets gedaan mag worden met een bepaalde koppigheid. Een stukje loslaten van een bepaalde kracht. En dat bedoel ik eigenlijk meer het mannelijke stukje, dat je je eigen ook kwetsbaar op mag stellen. Hè? Dat het ook goed is om dit toe te laten. Dat geeft eigenlijk meer kracht als dat je in een bepaald verdedigingsmechanisme blijft zitten. Als je ook ziet van, ik heb weerstand of ik voel weerstand in mezelf. Nou ja, dat is een bepaalde verdedigingsmechanisme. En dan weet je ook gelijk, er is iets in mijn systeem wat nog aangekeken mag worden. Maar ben hier dan ook oprecht in dat je dit ook toe durft te geven. Want dat siert jou alleen maar meer als je dit durft. Dan pas sta je in de ware kracht van jouw groei. De kracht van jouw ontwikkeling. En dan zul je ook de balans kunnen gaan ervaren wat dit met zich meebrengt. Balans in het stukje denken, in het stukje voelen. Soms wat water bij de wijn doen, soms wat woorden inslikken. Omdat je misschien er iets uit wilt flappen wat ook kwetsend kan zijn voor een ander. En dan doel ik meer op negatieve wat je uit kunt zenden door middel van woorden of gedachten naar anderen toe. Daar is mijn post op mijn besloten Facebookgroep dus aangekoppeld.
Mocht je dat willen zien, dan kun je altijd lid worden, mocht je dat nog niet zijn. Maar je ziet zelf ook heel veel dingen nog niet in, hè? Het is een les of een proces waar jij heel lang al in hebt gezeten. Waar veel pijn heeft veroorzaakt. Maar ook wel een beetje koppigheid. Maar dan hebben we hier natuurlijk ook al de koppigheid. Balans zoeken. En dan krijgen we de ridder van staven. Dus die hernieuwing gaat er wel komen. Misschien krijg je dus inzichten van iemand met blond, grijs of wit haar. Ja, nou heb ik zelf ook zo'n kleurhaar. Dus misschien heb ik wel dat ik die inzicht nu breng naar jou. Maar het kan ook zijn natuurlijk in het dagelijks leven dat je iemand daarin tegen gaat komen of spreekt. We krijgen de ridder van zwaarden erbij. Nu zagen we net al de ridder van staven, nu de ridder van zwaarden. Dus je gaat de uitdaging aan. Je gaat de uitdaging met deze pijnstukken aan of gedachten. Misschien is het ook wel zo dat jij je eigen nog niet bewust van bent dat je bepaalde patronen in stand houdt, hè? Maar je gaat het wel achter je laten. Je gaat dit doorbreken. En als je dit gaat doorbreken, dan kun jij heel veel teweeg brengen. Dan kun je echt een verandering plaats laten vinden. Dus als we dan gaan kijken wat er deze week allemaal nog gaande is. Heel veel. Blijf goed gegrond. Maar dat geef ik elke keer aan. Goed blijven gronden. Je goed verankeren in moeder aarde. Dan zul je de aarde-energie ook kunnen gebruiken om negatieve gedachten of patronen af te laten vloeien. Of in ieder geval de bewuste stukken. En ik zou zeggen, ga ermee aan de slag als jij gespiegeld wordt. Als jij inzichten krijgt. Ga kijken vanuit dat hogere perspectief welke wegen er nog meer zijn. Welke gezond zijn, welke ongezond zijn. Wat kun je doen? Is het een binnendoorweg en sla je daardoor stukken over? En word je automatisch weer op een omweg gezet? Of hoe kun jij het in werking houden? Of in stand houden eigenlijk, hè? Of doorpakken? Als laatste pak ik voor jullie nog een affirmatiekaartje voor deze week. Ik blijf gaan voor wat ik graag wil. Alles komt naar mij toe op de juiste tijd en plaats. Nou, maak er weer een screenshot van. Plak hem op je nachtkastje, spiegel. En help deze affirmatie jou te herinneren in dat je het eigenlijk goed doet. Dat je erop mag vertrouwen dat alles synchroon loopt met hoe het voor jou mag zijn. Of dat je nou een omweg neemt of niet. Die omweg zal dan nodig zijn om jou de ruimte te geven om iets aan te gaan kijken. Of te ervaren. Of te doorbreken. Alles is om een reden. En die reden zal voor iedereen anders zijn. Maar geloof in jezelf, geloof in je eigen vooruitgang en de positiviteit. En dan ben ik er heilig van overtuigd dat ook jij weer in die stroming kunt gaan komen. En dat jij dit op kunt gaan pakken. Dus lieve ziel, ik wil jou ontzettend bedanken voor het kijken. Mocht dit jouw reading zijn, laat dan vooral een berichtje of een like achter. Ik vind het altijd heel erg fijn om jullie berichten te lezen. Mocht je nieuw zijn, lijkt het me ontzettend leuk als je je eigen gaat abonneren. Daarbij pik ik de energie ook eerder op tijdens collectieve readingen die ik opneem, omdat ik intune op het kanaal. En dan wil ik jullie voor nu een mooie week toewensen en tot de volgende video. Doei doei!